We gaan jullie laten zien hoe je het beste kan opstaan uit een stoel. Dit geldt natuurlijk ook voor een rolstoel als die op de rem staat, een rollator als die op de rem staat, of bijvoorbeeld vanuit bed als je zo gedraaid bent dat je met beide voeten op de grond staat. Het beste is om beide hakken naar achter te plaatsen, beide handen op de bovenbenen te plaatsen en vervolgens een keer achterover te leunen, voorover te leunen, waardoor je daarna omhoog kunt opstaan. We laten jullie zien hoe je het beste in en uit een bus kunt stappen. We beginnen met in de bus stappen en het sterkste been gaat altijd als eerste de bus in. We geven elkaar een stevige hand. Met de andere hand pak je de stijl vast in de bus, zodat je je daar aan kunt optrekken. Het sterkste been gaat als eerste omhoog en ik geef met mijn andere hand een duwtje mee als het nodig is. Bij voorkeur zo min mogelijk, want iedere stap zelfstandig is een training. Uit de bus gaat het sterkste been als laatst uit de bus. We geven elkaar weer een stevige hand en we stappen schuin naar voren de bus uit. En als iemand gebruik maakt van een hulpmiddel, dan staat hij al voor de persoon klaar, zodat ze gelijk verder kan rijden met bijvoorbeeld haar rollator. We gaan jullie laten zien hoe iemand het beste zelfstandig kan opstaan als hij of zij in geval is. Wat het beste daarvoor werkt is om iemand eerst te laten omdraaien en op handen en knieën te komen zitten. Zodra iemand op handen en knieën zit, vraag je om zijn of haar beste been, het sterkste been, aan de voorkant te zetten. En vervolgens met beide handen op het sterkste been zichzelf omhoog te duwen. Als iemand niet in staat is om volledig zelfstandig op te staan, dan willen we dat liefst wel zoveel mogelijk blijven doen. Voor je eigen veiligheid en ook voor de veiligheid van degene die gevallen is. We gaan je nu laten zien hoe je daarbij kunt helpen. Belangrijk is dat iemand eerst weer zelfstandig omdraait. En zodra iemand op handen en knieën zit, pak dan een stevige stoel, een tafel of een kast. Of zorg dat diegene daar naartoe gaat. In dit geval pak ik een stevige stoel. Die plaatsen we voor de betreffende persoon. En ik vraag om de persoon zo ver mogelijk achter op de stoel vast te houden, zodat iemand niet kan vallen. Ik ondersteun de persoon bij de arm en bij de rug. Het sterkste been aan de voorkant. En tegelijkertijd leveren we samen zoveel mogelijk kracht.